bij de instelling, maar soms ook willekeurige voorbijgangers. Die geconfronteerd worden met een heel heftig ongeval. En ik had het daarnet nog met tweetal collega's hier in huis over, tweetal medewerkers, die dan niet verstijven. Want dat is vaak de eerste reactie die je bij een heleboel mensen ziet. Dan kun je niemand kwalijk nemen, mensen die niet verstijven onder datgene wat ze zien, maar die handelen. Ik heb een auto-ongeluk gehad een jaar geleden. En Bart Snellink die heeft mij samen met een paar vrienden vorig jaar uit de auto gehaald. En daarvoor krijgt hij deze onderscheiding. Super. Dank u wel. Graag gedaan. En er zijn een aantal mensen die daar een foto van willen maken. Oh. En voor de uiteraard ook. Ja, voor de foto het minst interessant, denk ik. En dat is gewoon goed. Ik kwam terug van werk vanuit Engelo en ik heb na een lange werkdag pas ik bijna thuis. Ik moest nog 5 minuten rijden ongeveer en 5 minuten voor mijn bestemming ben ik in slaap gevallen en tegen een boom aangeknald. En daardoor tot stilstand gekomen midden op de weg. En toen is de auto begon te roken, in brand gevlogen en Bart heeft me toen gelukkig op tijd uit weten halen. We zijn samen met z'n allen zijn we uitgestapt, naar het voertuig heen gegaan. Kijken, er zat één persoon in. En die hebben op een gegeven moment hebben we eruit gehaald, naast het voertuig neergelegd en gestabiliseerd en wachten op de hulpdiensten. Ik heb er inderdaad vanmiddag een mooie legpenning voor gekregen. Ik vind het zelf geen heldendaad, ik vind het iets wat iedereen in mijn ogen altijd doet en moet doen. Dus, het is een bronzen legpenning voor mijn inzet, voor als soort beloning. En die krijgt thuis in de kast een mooi plekje. Ja, ik ben uitgenodigd door Bart zelf. Ik ben zijn militaire commandant. En hij is hier uitgenodigd omdat hij een heldendaad verricht heeft. En de Carnegie-penning gekregen heeft. Dus daar ben ik natuurlijk trots op en daar wil ik bij aanwezig zijn.